Ik nog niet. Oh, ga zo nieuw in doen. Dat beestje. En dan in de grond gooien toch? Maar ik heb niet gegooid. Oh, dat viel prachtig. Dat viel prachtig, zeker, ja. Ik wil een lampen ook een keer. Oh, als jullie een keertje tegenkomen in het bos of zo, dan kunnen jullie wel zien. Maar we moeten goed zoeken, want het zijn maar heel klein larven, hè? Dat is heel klein. Het lijkt een beetje op een wormpje eigenlijk. Dat is een beetje groter geworden. Ja, maar hier zijn beestjes een beetje groter, denk ik. Dat zijn eigenlijk de grote, hè? Dat zijn de mama's en de papa's en de larven zijn de kindjes eigenlijk, hè? De larven zijn als ze nog niet universele beestjes zijn. Nee, zo groot als wij ze in het bos wel eens gezien hebben, hè, in het blaadje. Mama, wij hebben nog nooit Ik heb nooit een lieveringsbeestje toch wel gezien. In onze tuin of zo toch wel. Ja, in het oude huis. Het oude huis, hè, ja. Maar in het bos. Nee, niet in het bos. Maar in het bos leven ook wel lieveringsbeestjes. Ik heb niks gepakt. Heb je niks gepakt? Dat klinkt wel verdacht, moet ik zeggen. Nee. Heb je dan achter je handjes? Nee, Lekker, papa. En dan heb je het scherpe ding. Oh, pas op het scherpe ding, Niels. Dan gaat de zetel kapot. En jouw broek. Dus ga maar niet erop zitten. Dat is niet veel op te zitten, hè? Kijk, is niet kapot, kijk. Nee, is niet kapot, nee. Ja. Ga maar niet op zitten. Zes valt hij om en dan gaat die scherpe kant op de zetel vallen. Hè? Oeh, die Die staat volgens mij op de witte tafel. Kijk, welkom. Daar, op de witte tafel. Nee, 10 maart 2012. Tanti en opa zijn jarig vandaag. Dan moeten we vandaag maar even bellen. Tanti en opa. Allebei tegelijk jarig. Tanti en opa? Mm-hmm. Allebei? Allebei, dat is grappig. Twee mensen zijn vandaag jarig. Oh, op dezelfde dag, gek hè? Toen opa jarig was, toen werd tanti geboren, op dezelfde dag. Wat? Toen opa jarig was, toen kreeg opa een baby en dan was tanti. Op dezelfde dag geboren, dat is grappig. Terwijl opa jarig was, toen werd tanti geboren. Als je geboren bent, op die dag ben je jarig hè? Dus daarna was tanti altijd jarig tegelijk met haar papa. Met opa, dat is tante haar papa, hè? Net zoals dat papa jouw papa is, is tante. Wat is tante jouw papa? Opa, hè? Opa toch? Jouw opa is toch mijn papa ook? En ook tante is je papa, tante haar papa. En oom Simon zijn papa. En ook mama zijn papa. En dat is jullie opa, hè? En die is vandaag jarig. Grappig, hè? En toen tante dus geboren tante was, is opa ook jarig. Ja. Tante is ook jarig en opa is jarig. Tada! Allebei, ja. Tada! Ik zeg maar gefeliciteerd, tante.